Dat zou helemaal lekker zijn als wij nu een gesprek hebben met elkaar. En over 5 jaar halen ze jou of mij op en zeggen van ja, dat kan toch niet? Jerry Galant ken ik en die Pascal ken ik. Vanwege de makelaar of vanwege het huis. Maar ik ken geen Italianen daar. Ik heb ze leren kennen eind 2006, begin 2007 of voor een huis en een incasso te doen. Heb ik meegeholpen, want ik doe ook incasso. Ja. En toen is waarschijnlijk mijn naam van toen, omdat ik vrij kwam, hebben ze misschien met zijn oom, dat weet ik niet, want ik ben een man van feiten, dus ik kan dat nooit zeggen van, heeft hij waarschijnlijk met de familie daar, die Pascal, weet je wel, over mij gaat misschien, weet die man wat. En zo hebben zij, tenminste Matten, die heeft dat gelezen, hebben ze het over mij gehad in de Fiat Ulyssi of zo. Ja, dat klopt, ja. Begrijp je? Maar ik ben daar niet bij aanwezig. Nee. Die kennen wij en dit en dat. Ja. En ik denk dat zo gegaan is. Ja, dat mijn naam zo, op zo'n manier genoemd is en dat die Italiaanse justitie zegt van ja, nou hebben we hem. Nou, ik ken die mensen niet. Daarom ben ik af en toe heb ik nog wel eens een dag dat ik denk bij mezelf van krijg nou wat, hoe komen ze erbij? En nou heb ik in één keer een vliegtuig met de eigen financieren voor 500 per 500 tegelijk. Ik denk, die mensen zijn gek, man. Weet je wel, eerst geven ze me de schuld van 700 en daarna met een vliegtuig van 700. Nou ja, dus je bent erbij geweest, wat ik begrepen heb. Nou, je hebt die Kramer gehoord. Ja, ik heb die stuk ook gelezen. Die zitten die naast me zitten, die ken ik ook niet. Dus ik kan dat, ik ga tegen september ga ik dan zeggen, dan nou zeg jullie maar waar het vandaan komt, het verhaal. Weet je wel.